Dag beste kijkers, welkom bij een zeer speciale aflevering van Dwalend door Den Bosch. Nou ben je van mij gewend dat ik altijd door de straatjes loop en nu ben ik ineens op een dak beland. Ik geef jullie een aantal seconden de tijd om nu even thuis met elkaar te overleggen waar ik ben. En ik kan u voorspellen dat ik op een van de mooiste plekken ben in 's-Hertogenbosch qua uitzicht. En dat dit binnenkort ook voor iedereen bereikbaar is. Voorheen was het nog niet zo. Ik sta op een pand dat zeker behoort tot de top 10 van de lelijkste gebouwen van 's-Hertogenbosch. En daar komt binnenkort verandering in. En misschien komen ze dan wel in de top 10 van de mooiste gebouwen van onze stad. Ik ben op het Emmaplein, op het dak van het oude Brabants Dagblad kantoor. Hier gaat binnenkort de boel veranderd worden. Het wordt ontwikkeld tot prachtige woningen en de hele buitenkant gaat veranderd worden. En natuurlijk ook de binnenkant hier. Kunt u gaan wonen. En ik heb daar een gesprek over zometeen in het prachtige groen dat voor de deur ligt met Hans van Gastel. En hij kan mij en in ieder geval jullie alles vertellen over de toekomst van dit prachtige pand. BD Lofts. Hans, we staan hier op het Emmaplein in 's-Hertogenbosch voor een heel markant pand. Zou maar zeggen het lelijk eentje van Den Bosch. Maar nobele plannen gaan ervoor zorgen dat dit een heel mooi gebouw gaat worden. Ja, wat een compleet ander gebouw. Er is een ontwerp gemaakt door Dieder en Dirks architecten en Huben van Mierlo. We hebben echt een mooi ontwerp gemaakt. Het is in welstand geweest en welstand was vol lof over het ontwerp. Dat betekent een complete verandering. Het pand wordt grotendeels gesloopt, het wordt eigenlijk gestript. Kolommen en vloeren blijven, maar de rest wordt totaal nieuw ingevuld. En het krijgt ook toch wel een heel ander uiterlijk dan nu het geval is. Ja, voorheen zat hier het Brabants Dagblad, een behoorlijke tijd gezeten. In de vroegere tijd zijn ze overgestoken, altijd in deze hoek geweest. Straks is het wonen, dat is voor de eerste keer, hè? Want we hebben een kerk gehad en uiteindelijk gaat het wonen worden. Hoeveel mensen kunnen hier straks terecht? We hebben ongeveer een 56 appartementen komen er. En dat is onder te verdelen in verschillende categorieën. 25 lofts worden gemaakt. Er komen... Ja, dat is ook die naam die is zo genoemd, hè? BD Lofts. Gaat het dan om Brabants Dagblad met een knipoog? Ja, dat slaat op Brabants Dagblad. Omdat je natuurlijk dit pand heel bekend is vanwege het hoofdkantoor van Brabants Dagblad. En vandaar ook die naam. Lofts wil zeggen, ja, dat zijn een beetje ruimere ruimtes. Waar een beperkte indeling is, waardoor je zelf de vrijheid hebt om het verder in te delen. Er zijn verschillende categorieën. Ja, we hebben eigenlijk een mix van allerlei verschillende appartementen. Er komen 25 lofts in de grootte van 50, 60 vierkante meter. Dan komen er twee kamerappartementen, dat zijn er ongeveer 14. Die zijn in de grootte 70, 80 vierkante meter. En dan zijn er drie kamerappartementen vanaf 80 tot 90 vierkante meter en vierkamerappartementen, waaronder een aantal penthouses. En die liggen in de grootte van 90 tot 170 vierkante meter. Ja, we zien toch in de verte dat markante gebouw staan. De een die verafschuwt, de andere zegt, ja, ik heb er mooie herinneringen aan, fijn. Maar we gaan nu herinneringen maken hier, als mensen daar gaan wonen. Die twee bovenste verdiepingen waar die antennes op staan, die worden helemaal gesloopt. Die verdwijnen finaal en er wordt weer opnieuw gebouwd? Die twee verdiepingen worden compleet gesloopt en daar komen twee nieuwe verdiepingen op. En wat komt daarin? Daar komen penthouses in met grote dakterrassen erbij. Wauw, dat is erg luxe wonen. Dat is heel mooi wonen omdat je een schitterend uitzicht hebt. Er zijn inschrijfformulieren, mensen kunnen aangeven welke appartementen ze het mooiste vinden. En eventueel ook wat een tweede of derde voorkeur is, mochten meerdere belangstelling hebben voor hetzelfde appartement. Ja, want de garantie hebben ze natuurlijk nooit. Nee, garantie heb je natuurlijk nooit. En ik geloof dat er zeker mensen zullen zijn die hetzelfde appartement, dat er meerdere zijn die hetzelfde appartement zouden willen hebben. Hollander als ik ben, prijskoper zoals ik bekend sta. Dan wil ik toch weten, zijn er al enige prijzen bekend? Nee, de prijzen die worden bekendgemaakt op het moment van de verkoopmanifestatie. Maar er zijn verschillende prijskategorieën. En we moeten natuurlijk ook kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Het is in elk geval wel zo dat er een behoorlijk aantal appartementen binnen de normen van de nationale hypotheekgarantie zullen vallen. En er zijn verschillende prijskategorieën.
Dat betekent eigenlijk uit jouw opmaken dat we hier niet te maken hebben met huur. Het is alleen maar koop. Het is alleen maar koop, ja. De bedoeling is dat alle appartementen verkocht worden. Begane grond komen wel commerciële ruimte en die zullen waarschijnlijk wel voor huur beschikbaar komen. Ja, want daar waar je binnenkomt heb je nu 3 liften. Eentje gaat de weg, er komen 2 liften in natuurlijk, allemaal splinternieuw. Dan heb je de commerciële ruimtes, maar dan moeten we toch echt denken bij alle waarschijnlijkheid aan kantoren. Ja, waarschijnlijk worden dat kantoren. Er is nu een onderverdeling gemaakt in de oppervlakte varieert van 70 tot 120 vierkante meter, maar ja, daar kunnen ook combinaties worden gemaakt. Maar die krijgen allemaal aan de buitenkant krijgen die een aparte ingang. Dus die gaan niet via de centrale entree. En aan de achterzijde, daar komen de bergingen voor alle appartementen. Dus in principe wordt bij ieder appartement wordt een eigen berging op de begane grond meegeleverd. Ja, tot slot, voordat we naar een stukje geschiedenis gaan kijken, hoe zit het met de parkeergelegenheid? Nou, dat is het grote voordeel van dit pand. Er zit een grote parkeergarage en dat betekent dat wij bij de appartementen kijken naar de prijsklasse. In ieder geval 1 parkeerplaats en eventueel ook 2 parkeerplaatsen kunnen aanbieden. In het noorden van het uitbreidingsgebied Het Zand werd aan het einde van de 19e eeuw een ruim plein gerealiseerd. Het kreeg in 1897 de naam Emmaplein, genoemd naar koningin Emma, die leefde van 1858 tot 1939. Koningin Emma was getrouwd met koning Willem III en was van 1890 tot 1898 regentes voor haar minderjarige dochter, de latere koningin Wilhelmina. Het Emmaplein was een groene oase van rust in de wijk. Het is nu natuurlijk beduidend drukker geworden rondom het Emmaplein. En er is ook bijna geen plantsoen meer. Een groenstrook voor het oude Brabants Dagbladpand herinnert zich aan het groen wat er ooit was. In 1939 werd het Heilig Hartmonument daar ook geplaatst. Dat eerder vanaf 1925 op het Julianaplein had gestaan. Doris Hermsen had het ontworpen. De beeldhouwer Alois Beulen had het uitgevoerd. Na restauratie van het beeld, het was op een gegeven moment in zeer slechte staat, werd het beeld in 2008 weer op zijn sokkel teruggeplaatst. Uiteindelijk werden er rondom het Emmaplein ook woningen gebouwd in die wijk Het Zand. Oktober 1944 heeft ook hier duidelijke sporen nagelaten. Het oorlogsgeweld verwoestte vele panden. In de Groppendonkstraat zelfs zoveel dat er in het na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen nieuwe stratenplan deze straat zelfs geheel verdwenen is. Opmerkelijk genoeg had het gebouw Betel de oorlogsverwoestingen overleefd en werd nu verbonden met een nieuw kerkgebouw aan het Emmaplein. Dit kerkgebouw werd gebruikt door de gereformeerde kerk en later door de Nederland Hervormde Evangelistische Gemeente. Vele andere panden aan het Emmaplein, waaronder het grote scholencomplex, werden in de jaren 50 herbouwd. Tijdens het rijke Roomse leven werd tenminste eenmaal per jaar het Emmaplein druk bezocht door een grote processie die vanuit de Leonarduskerk naar het Heilig Hartmonument trok. Bruidjes, bloemen, wierook. Dit alles was er ruim voldoende aanwezig. Maar vele kerkelijke processies die verdwenen. Ook die op het Emmaplein. De Leonarduskerk werd afgebroken en het Heilig Hartmonument raakte in verval. Nu herinnert nog een klein parkje aan de voorkant van de toekomstige BD Lofts dat we hier groen hebben. Een stukje groen midden in het centrum van 's-Hertogenbosch. Emmaplein. Hans, terugkomen uit een stukje geschiedenis over dit gebied. We staan nu daar waar de Brabants Dagblad medewerkers gingen eten tussen de middag, als daar tijd voor was. Ik wil het even met je hebben over de start van de verkoop van deze appartementen en de lofts. Wanneer gaat dat gebeuren? We starten de verkoop op 16 mei met een verkoopmanifestatie en dat gebeurt hier op de locatie. Dan ben ik aanwezig met diverse andere mensen die het nodige kunnen vertellen over het project.
Er zijn er platte gronden, er zijn er uitgebreide beelden van het gebouw zoals het eruit gaat zien. En dan is er ook uitgebreide documentatie. Mensen kunnen dan nadere informatie krijgen. Ze kunnen hier een inschrijfformulier krijgen waarmee ze zich kunnen inschrijven voor de appartementen waar ze interesse voor hebben. En daarop volgend worden dan afspraken gemaakt, gesprekken gevoerd. En uiteindelijk moet dat leiden tot het wel of niet kopen van appartementen. Ja, want inmiddels zijn er al een groot aantal mensen geïnteresseerd geweest. Buitenkant van het pand hebben we ook zien staan dat het hier gaat om... Wil je hier wonen, heb ik volgens mij zien staan in grote letters. Het is nogal iets, want je woont hier natuurlijk straks centraler dan centraal. Met eigen parkeergelegenheid, alles erop en eraan. Dus het kan zomaar zijn dat er veel meer mensen zich aanmelden dan dat er woningen komen. Volgens mij is dat al zo. Het is nu al het geval. We hebben ongeveer een 550 inschrijvingen nu al. Terwijl eigenlijk nog weinig publiciteit is gegeven. Want je hebt hier de bestikkering op het pand, de website. Dus daar hebben we nu al 550 inschrijvingen. Dus we wachten eigenlijk op 16 mei dat er heel veel mensen op afkomen. Qua locatie is natuurlijk een perfecte locatie, omdat je heel centraal zit. Je zit overal dichtbij. En het grote voordeel is hier ook dat er een parkeergarage bij zit. Waardoor wij ook bij ieder appartement één of twee parkeerplaatsen kunnen aanbieden. Die dag is van 11 uur, de 16 mei voor de mensen even ter herinnering, 16 mei van 11 uur tot 4 uur. Veel mensen die alles kunnen vertellen over de bouw, maar het is niet de bedoeling dat de mensen van boven naar onder een speurtocht gaan doen van hier wil ik wonen. Dat is allemaal digitaal te zien dan hier. Ja, nee, dat kunnen we niet doen, want dat is eigenlijk, dat is ook niet, om veiligheidsreden is dat niet mogelijk. Want dan door het hele pand te gaan, wat we wel kunnen hier beneden, de locatie gebruiken we voor die dag. Gaat de keuken dan ook weer open voor de catering? De catering is aanwezig, dus daar wordt voor gezorgd. En er lopen een aantal mensen rond. Als het heel druk wordt, wordt dat natuurlijk ook weer lastig om iedereen te woord te staan. Maar dan zijn er altijd mogelijkheden dat we afspraken maken om later dan daarmee mee verder te gaan of gesprekken te voeren. Jij bent verkoopadviseur. Zijn dit projecten die we hier nu zien met je op de achtergrond? Want dan zien we al dat het gebouw natuurlijk heel erg aan het veranderen is. Heel erg veranderd is. Zijn dit nou unieke projecten? Kom je dat vaker tegen? Dit is eigenlijk wel een uniek project. Omdat je van een kantoorgebouw ga je toch een woongebouw maken. En dat is toch een heel ingrijpende verandering. En je ziet ook dat hier, als je naar de buitenkant kijkt, dit gebouw wordt eigenlijk compleet gestript. Alleen de kolommen blijven staan, de vloeren blijven staan. En verder wordt het eigenlijk helemaal opnieuw ingevuld. Ja. Mensen die hier komen, want ik voel ze nu al denken, moet ik een formulier inleveren? Betekent dat dan dat ik inschrijfgeld moet betalen? Nee, er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. Mensen kunnen aangeven waar hun belangstelling naar uitgaat. En op basis daarvan gaan wij gesprekken voeren en gaan we uiteindelijk toewijzen. Zaterdag 16 mei tussen 11 en 4 uur. Afspraak maken is niet nodig? Nee, afspraak maken is niet nodig. Maar we rekenen wel op behoorlijk veel belangstelling. Maar iedereen kan hier naartoe komen en wordt te woord gestaan en kan de nodige documentatie ontvangen. Ja, hoe mooi zou het zijn als je hier op een manifestatie komt, een verkoopmanifestatie, dat je dan later ook op deze plek het geluk hebt om hier te mogen wonen, want het is natuurlijk waanzinnig. Ja, dit wordt gewoon een heel prachtig gebouw. Als je het beeld ziet, dan kun je al een beetje idee krijgen van hoe het er hier uit gaat zien. Je hebt hier natuurlijk een prachtige plek, maar ook een geweldig mooie omgeving. Top. Mensen die meer informatie kunnen, staat erachterop www.emmaplein.nl. Het adres, neem ik aan, blijft hetzelfde. Dat adres blijft voorlopig hetzelfde, ja. Het is natuurlijk wel een gebied waar ik nu ben, waar behoorlijk wat geschiedenis over geschreven is. Natuurlijk de ontwikkeling van het zand, de wijk waar dit pand staat. Maar ook de Leonarduskerk die destijds in 1903 gerealiseerd werd. Mooi verhaal trouwens is dat de pastoor, Van der Kant heette die beste man, die ervoor zorgde dat deze kerk gefinancierd werd. Dus een pastoor die een kerk financierde. Volgens mij toch vrij uniek. 1973 was het gedaan. Dat natuurlijk met een tussenperiode in de oorlogsjaren 1944, de bevrijding van Den Bosch, dat de kerk behoorlijk beschadigd was. Dus later is die weer opgeknapt en hebben veel parochianen hier nog kunnen genieten van de diensten in die Leonarduskerk. Bekend natuurlijk om de twee spitsen. Meer geschiedenis is er natuurlijk te vertellen over deze prachtige kerk. En daarom gaan we kijken naar een stukje geschiedenis van de Sint-Leonarduskerk in Zedegem-Bosch.
De markante Sint-Leonarduskerk werd gebouwd in 1905 en is door de sloophamer ten onder gegaan in 1973 om er een hypermodern kantoorgebouw neer te zetten. De Sint-Leonarduskerk werd in neogotische stijl gebouwd en gefinancierd door pastoor Van der Kant. Hij was pastoor van 1902 tot 1945. De parochie werd ook in dat jaar 1902 gesticht. En op 18 september 1905 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Granaten hebben tijdens de bevrijding van de stad in oktober 1944 het gebouw ernstig beschadigd. Uiteindelijk werd de kerk op 2 januari 1972 gesloten. Maar er was een geschiedenis vooraf gegaan. In het jaar 1890 nam de Bossche gemeenteraad het besluit om ten westen van de stad, in de richting van het station, een stadsuitbreiding te realiseren. Omdat dit gebied opgehoogd moest worden, werden ruim 800.000 kubieke meter zand aangevoerd. Vanzelfsprekend was het de bedoeling dat in deze wijk een katholieke kerk gebouwd werd. Het werd de Leonarduskerk, de Sint-Leonarduskerk, genoemd naar een van de martelaren van Gorinchem, de Bossenaar Leonardus van Veghel. Voor het ontwerp trok het kerkbestuur de van oorsprong Belgische architect Doni aan. Doni had reeds meer gebouwd in de nieuwe stadswijk. Onder meer ontwierp hij de fontein De Draak. En Doni ontwierp de Leonarduskerk als neogotisch kerkgebouw met twee hoge, ranke spitsen. In 1905 werd de kerk ingewijd. De wijk kreeg in het begin van de jaren 40 te maken met een groeiende verkeersstroom. Het verkeer uit Breda en Tilburg met als bestemming Nijmegen of Utrecht, of varianten daarop, reed niet meer door de Bossche binnenstad, maar na realisering van de Grote Diezenbrug dwars door het zand. Menig automobilist zal zich uit de drie decennia dat deze verkeersstroom zich door de wijk drong, de fontein en de kerk met de twee torenspitsen herinneren. Ondanks dat granaatvuur in oktober 1944 tijdens de bevrijding van 's-Hertogenbosch de kerk behoorlijk beschadigde, vond er een herstel plaats en werd de kerk weer het middelpunt van het kerkelijk leven in de wijk. Als men in de middeleeuwen een stad naderde, was deze reeds van verre herkenbaar aan de vele torens van kerken en kapellen die boven de huizen uittorenden. Eeuwenlang is dat zo gebleven. Pas in de 20e eeuw zou het aanzicht van de stad veranderen. Kerken kregen niet meer zo automatisch een hoge toren en er werden kerkgebouwen gesloopt. Een sloop kwam onder andere doordat het kerkbezoek schrikbarend daalde. Sluiting van kerken werd een realiteit en sloop dreigde, ook voor de Sint-Leonarduskerk. Nadat er een uitverkoop had plaatsgevonden van het kerkelijk meubilair, kwamen in 1973 de slopers in actie en verdween de 68-jarige kerk voorgoed uit het Bossche stadsbeeld. Hans, plannen zijn er om gemaakt te worden, dromen om gerealiseerd te worden. Prestigieus plan, maar wanneer gaat de bouw starten? De verwachting is dat de bouw gaat in ieder geval starten wanneer 75% verkocht is. De verwachting is dat dat in het najaar zal gebeuren. En wanneer zal de bouw klaar zijn? Naar verwachting zomer 2016. Ik vind het echt knap. Ik heb even met de projectontwikkelaar gesproken. En dat betekent, als je kijkt gewoon ook naar de shape van het gebouw, alles wordt anders. Het krijgt een hele andere indeling. Het slopen, het strippen. Ja, geweldig. Ja, nee, maar goed, er is uitgebreid naar die planning gekeken en in principe is dat haalbaar. Het blijft natuurlijk afhankelijk van bepaalde omstandigheden. Maar normaal gesproken is de planning toch zomer 2016 klaar te zijn. Ja, als je straks hier gaat wonen, dan mag je toch wel enige luxe verwachten. Ik kan me zomaar voorstellen dat er een video-intercom systeem inkomt, zodat je weet wie er aan de deur staat. Wat kunnen ze nog meer verwachten?
Nou, er komt een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Dat betekent dat er een mooie, kwalitatief goede keuken in komt. Hetzelfde geldt voor het sanitair. Dus een behoorlijke badkamer met behoorlijk sanitair van een goede kwaliteit. Verder komt er een HR-ketel, individueel per appartement. Iedereen heeft natuurlijk een eigen parkeerplaats. En in sommige gevallen twee parkeerplaatsen. Ja, nu zien we hele lelijke ramen aan de buitenkant. Maar dat is dus wel een onderdeel van de make-up fase. En ook natuurlijk het energielabel. Ja. Er komen grote raampartijen. Er komen grote raampartijen met hoog rendementsglas. Waardoor je maximaal lichtinval hebt. De appartementen hebben ook hoge plafonds. Wat een ruimtelijk voordeel is, vind ik. Hoe zit het met de omgeving? Want we staan hier op de binnenstadsring, hè, zoals ze dat nu noemen. Daar gaat in de toekomst wellicht iets veranderen. Bij de gemeente liggen plannen om in de toekomst daar het nodige aan te gaan doen. Dat is eigenlijk al gaande. Met de aanleg van de Randweg en de ombouw van het Heetmanplein is de verkeersdruk al afgenomen op de binnenstadsring, met name dit deel ook. De bedoeling is nu met de parallelweg, de doortrekking naar de Zandzuigerstraat, om dat straks de doorstroomfunctie naar die kant te leggen. Dus de doorstroomfunctie die nu op de binnenstadsring ligt hier, gaat verplaatsen naar die kant. En dan zal in de toekomst al dit een minder drukke verkeersomgeving worden. En de plannen van de gemeente zijn om daar op de duur 30 kilometer zone van te maken. Nog één vraag, Hans. Er komen 25 lofts. Er komen 2-kamerappartementen, 3-kamerappartementen, penthouses. Echt allemaal superluxe. Betekent dat dan ook dat hier de starter straks gaat wonen, maar ook de welgestelde gepensioneerden? Nou, wij zien duidelijk ook aan de inschrijving dat die belangstelling er is. Het is de belangstelling van de starter. Maar ook van de mensen die gezetteld zijn en eigenlijk alles gelijkvloers willen hebben, het gemak willen hebben, dicht in de levendige omgeving willen wonen, vlakbij het centrum. Dus je ziet eigenlijk diverse categorieën en dat past ook helemaal, sluit ik helemaal aan bij het aanbod wat we kunnen geven. In de nieuwe wijk Het Zand moesten er ook scholen komen. Alleen de gemeente liet dit over aan een particulier initiatief. Op deze manier hoefde de gemeente geen kosten te betalen. Maar de scholen, die moesten er komen. In 1905, hetzelfde jaar waarin de Leonarduskerk in gebruik werd genomen, werd er gestart met een Sint-Leonardus kleuter- en meisjesschool. De zusters van JMJ verzorgden er het onderwijs. De jongensschool zou pas jaren later komen. Het kerkbestuur van de Leonardusparochie kreeg eind 1911 de beschikking over een groot stuk grond aan de Kempenlandstraat, de Bosveldweg en de Cuperinusstraat om er een school te kunnen bouwen. Architect W. van Aalst kon aan de slag en zette er een 2-laag schoolgebouw neer met een plat dak. De hoeken waren afgeschuimd en de voorzijde was versierd met wat sober siermetselwerk van geglazuurde baksteen. In trotse, forse letters stond de naam Sint-Leonardusschool boven de hoofdingang aan de Bosveldweg. Later is de school gesplitst. Er kwam een ingang voor de niet betalende leerlingen aan de Cuperinusstraat. Op deze school, die de naam Sint-Leonardusschool bleef behouden, werd lesgegeven door leken. Aan de Standenschool aan de Kempenlandstraat werd het onderwijs verzorgd door de Fraters van Tilburg. Door de leerlingen van deze Sint-Aloysius-school moest een lesgeld van 45 gulden worden betaald. 2 zo verschillende scholen in en naast elkaar. Dat moest wel tot rivaliteit leiden. De onderlinge vechtpartijen tussen de Aloysius-school en de Klompenschool, zoals die genoemd werd, werden meestal uitgevochten op het kerkplein aan de Brugstraat. Dit gebeurde niet in de directe buurt van een van de scholen, want dan konden de leerkrachten ingrijpen. Bij het spel tijdens het speelkwartier kon het nog wel eens gebeuren dat een bal per ongeluk over de muur die de beide scholen scheidde, werd getrapt. Het was dan een wonder als deze bal direct terugkwam. In de jaren 60 liep het aantal bewoners van Het Zand terug en ook het aantal lagere schoolkinderen. De fraters hadden inmiddels het lesgeven overgedragen aan lekenkrachten.
In 1963 werd de lagere Sint-Aloysiusschool gesloten en verdwenen de laatste leerlingen met hun hoofd de heer Van Berkel naar de Edisonstraat. De Sint-Leonardusschool, met de heer J.C. Wollaert als hoofd, telde toen nog slechts 3 klassen. Vervolgens werden de schoolgebouwen bevolkt door leerlingen van de VGLO, die in 1968 een nieuwe naam kreeg. De LEAO, Sint-Joos. De hoofdingang kwam aan de Kempenlandstraat. De school fuseerde en de fusieschool, scholengemeenschap Hertog Jan, gebruikte het 75 jaar oude schoolgebouw totdat het gesloopt werd om er plaats te maken voor woningen. Een bijzondere aflevering van Dwalend door Den Bosch. We zijn op dit moment even op één plekje gebleven. En misschien is dat ene plekje wel jouw of uw volgend plekje. Hierachter het oude gebouw van het Brabants Dagblad dat omgedoopt gaat worden in BD Lofts. Ik nodig je dan ook uit om op 16 mei aanstaande ergens tussen 11 uur 's morgens en 4 uur 's middags hier langs te komen. Je wordt geïnformeerd en misschien word je helemaal verliefd op de plannen en de tekeningen die je hier ziet. Kom op die dag, er staat een hapje en een drankje voor je klaar. Het is vrijblijvend. Je kunt je daarvoor inschrijven en neem die moeite om eens te kijken om in die bosse binnenstad te gaan wonen. Want zulke projecten zijn uniek. Die kom je eigenlijk niet vaak tegen. En zeker niet op de rand van de bosse binnenstad, waar je alle vrijheid hebt om te wonen, te leven, maar ook om lekker te gaan wandelen. Bedankt voor het kijken. De volgende editie van Dwalend door Den Bosch is weer een gewone reguliere met verschillende bedrijven erin. Ik zeg tot de volgende keer. Houdoe en bedankt.